Dagje Sinterklaas heeft eigenlijk twee doelgroepen. Aan de ene kant die kinderen die vandaag een cadeautje van zichzelf weggeven. Dus echt een dagje Sinterklaas kunnen zijn. Aan de andere kant zijn er duizenden kindjes in Enschede waar Sinterklaas niet vanzelfsprekend langskomt. En zij kunnen hier morgen en overmorgen langskomen om een cadeautje uit te kiezen. Om toch een beetje Sinterklaas te kunnen vieren. Wat voor cadeautjes heb jij ingeleverd? Een soort van robotje die kan schieten en kan licht geven en die nog kan vliegen. Gewoon één Spiderman pop die ook nog met de voeten en ja, benen en armen kan bewegen en het hoofd. Ja, dit is leuk, maar ook heel nuttig om te doen. Want je ziet kinderen komen met cadeaus die ze thuis niet meer nodig hebben. En daar kunnen we weer andere kinderen blij mee maken waar het minder vanzelfsprekend voor is dat Sinterklaas langskomt. Ja, dat is gewoon geweldig. Ja, en bovendien, je kan in het stadhuis zitten en vergaderen met elkaar. Maar als je hier dan staat en gewoon echt bezig bent, dan weet je weer waar je het voor doet. Omdat de andere kindjes die heel weinig speelgoed hebben, dat die ook nog meer cadeautjes kunnen krijgen. Dat ze ook gewoon genoeg speelgoed hebben. Vind je het jammer dat deze niet voor jou zijn? Nee. Ik heb toch genoeg speelgoed thuis. Dus mijn boeit het geen biet.